Goedemorgen allemaal. Velen zijn thuis denk ik en tijd genoeg om een vlogje te bekijken met ons coronavirus. Een update, stand van zaken met betrekking tot operatie. Tot nog toe waren we altijd in de veronderstelling dat het de 25e is, maar het is in principe gepland op de 26e. De 25e word ik opgenomen, gescreend en allerlei testen en de 26e is de operatie. Nou ja, zoals iedereen al deed vermoeden, is het natuurlijk spannend, gaat het door of niet. Gisterenochtend bleek het ziekenhuis in Enschede te vergaderen over het beleid ten aanzien van corona, de IC's, intensive care afdelingen. En zouden we gebeld worden of niet gebeld worden, ik kreeg het niet meer helemaal mee. Uiteindelijk zelf gebeld, vooralsnog is het gepland, gaat het door. Mijn operatie, alleen ja, we weten het niet. En dat zeggen ze ook, we kunnen ons niet erop vastpinnen, want het kan nog zomaar een dag van tevoren anders zijn. Dus dat is toch wel lastig. Maar goed, wel fijn dat het in ieder geval in eerste instantie doorgaat. Hoewel we hier ook natuurlijk gehad over hebben van ja, fijn als het doorgaat, maar eigenlijk ook niet fijn dat het doorgaat. Want ik loop natuurlijk ook een risico in het ziekenhuis zelf voor een coronabesmetting. Het ziekenhuis is nou niet de place to be. Personeel is uitgeput over 2 weken, denk ik. En materialen op. Maar goed, het zijn allemaal piekerdingen en worst case scenario dingen. Maar ook wel besef, we hebben ook zelf een keuze. Het alternatief natuurlijk is om te zeggen van nou, we slaan nog maar een tijdje over. We gaan straks intekenen voor een operatie. Zit ik nog steeds met mijn aneurysma die elk moment toch nog steeds kan knappen. Dus het blijft een lastige keuze. En aan de andere kant ook gewoon, ja, we volgen het beleid van het ziekenhuis, maar we gaan ervan uit dat die inschatten wat verantwoord is en wat niet. En tot die tijd zitten we hier gewoon samen verder. Het is natuurlijk prachtig weer. Kijk hier, stralende zon. En we zijn heerlijk nog dingen aan het doen die ik weet dat ik straks een hele tijd niet kan doen. Dus Piet is mijn... Mijn uitvoerder, wil je dit doen, wil je dat doen? En hij werkt zich helemaal de blubber voor mij, zodat ik straks kan genieten van alles wat we nu al gepland hebben en voorbereid hebben. Dus ik stel me voor dat ik straks op zijn minst wel een keertje kan gaan lopen en wandelen en ergens op een stoel zitten. En dan kan ik in ieder geval letterlijk en figuurlijk de vruchten plukken van alles wat we nu gepland hebben. Dus ja, verder is het hier nog steeds rustig. Oh ja, wat wel heel fijn was, ik zou de 19e opgenomen worden of een dag een gesprek met de anesthesist, nog allerlei testen. Dat gaan ze niet doen, dat doen ze de 25e pas. En ik zou de 25e ook horen of mogelijk zien wie mijn chirurg gaat zijn, mijn hartchirurg. Maar goed, en ik zou dan de vragen kunnen stellen over nog de klep, welke klep en wat al wij zei het is, aanstaande donderdag. Maar goed, dat gaan ze dus niet doen. Ze gaan 25e, gaat alles die dag gebeuren. Dus nou ja, mijn vraag van, ja maar met wie moet ik dan overleggen? En kan ik dan pas een dag van tevoren beslissen welke klepkeuze ik maak? Dat vind ik best kort dag. Dus toen kreeg ik een hartchirurg aan de telefoon. En dat was een prettig gesprek. We hebben ook behoorlijk wat, het was best wel een grappig gesprek moet ik zeggen. Hij had binnen een paar tellen zei hij, nee, je moet gaan voor een bioclap. Er zijn meerdere mensen die, ongeacht hè, dat ik, want hier is die, ja, daar is een klepje. Het klepje gaat het heel goed trouwens aan mij. Ik slaap als een tierlier met het klepje. Ik heb nergens last van. Ik hoor hem eigenlijk bijna nooit. Sterker nog, ik denk, straks kan ik niet meer slapen zonder klepje, zonder getik, omdat het best meditatief kan zijn. Dus nogmaals mensen, het is een goede tip om te mediteren. Als je last hebt van geluid. Roos, doe snieën. Roosje, ga straks weg, want je laat alles bewegen. Kom hier. Goed zo. Heel de kamer gaat op en neer. Die zit op een kastje waar Roos nu tegenaan ligt. Roosje, kom maar. Kom. En klepje hoef ik niet mee te oefenen, want ik ga voor een bioklep. Hij snapt het helemaal, zeker met mijn verhaal, over dat het mogelijk toch lastig is met slapen, met bijna aan het tikken. En hij zegt dat er zijn ook mensen geweest die zeiden, ja, het maakt me niet uit hoe, maar hij moet eruit. Ik word er helemaal gek van, ik kan op deze manier, wil ik er gewoon niet mee leven. Dus als hij erin zit, zit hij erin. Dat beaamt hij natuurlijk ook. En ik zit in een grijs gebied. Hey,
grappig. Dan zei ik ook, zeg nou, grappig, jammer dat je me niet kunt zien, want dan snap je dat ik inderdaad in een grijs, zeer grijs gebied bevind. Met mijn grijze haren. Maar het gaat vooral om 55 is lastig. Net te jong voor een bioclap en oud genoeg voor een bioclap. Dus, maar goed, we hebben samen zitten rekenen. Gemiddeld 15 jaar gaat hij mee. Nou, goed, dan ben ik 70. Dan is hij mogelijk versleten. En ze kunnen dan via de lease, inderdaad, wat ik al gelezen had, een nieuwe op de andere leggen. Alleen dat kan maar één keer, omdat die kleiner is. En in het ergste geval moet ik een open hartoperatie. En dan moeten ze en de klep en het stuk, de prothese van de aorta, vervangen. Dat is natuurlijk een grote operatie. Maar we gaan uit gewoon van het positieve. Dat hij lang meegaat. Dat ik één keer nog geopereerd kan worden. En geen garanties. Daarnaast beaamde hij ook dat die antistollingsmedicatie die je altijd moet blijven slikken bij een met de mechanische klep, kunstklep, ook risico met zich meeneemt, zeker op oudere leeftijd. Hij zei, ja, ik snap het helemaal. En altijd het prikken. Nou, dat prikken was voor mij niet zo'n ding, denk ik. Dus ja, herseninfarct, mogelijk bloeding of eerder een klep en alle consequenties van dien. Wat nog altijd te opereren is, in principe. Hè? Dus een herseninfarct, ja, dat is ook een heel grijs gebied. Dus de keuze was eigenlijk snel gemaakt. Hij staat volledig erachter. Hij adviseert mij zelfs met mijn gedoetje een bioclap. Dus dat is fijn. Het is er eentje gemaakt van runder materiaal. Veganistische klep was geen optie. Vond hij wel trouwens heel grappig. Ik moet altijd zeggen hoe grappig ik ben. Want ik ben vaak de enige die mijzelf heel grappig vindt namelijk. Maar maar als je maar lol hebt. Om hoe eigen, hè? Zeggen we in Brabant. Dus nee, het was een fijn gesprek, fijn interactie, dus dat voelde goed. Dat gaf ook wel rust. Ik hoef nou niet meer bezig te zijn met twijfelen over een keuze, dus ook dat de keuze is gemaakt. En ook fijn, dus klepje kan met pensioen. Maar het was wel een mooie gewaarwording, dat ik ook niet meer zo benauwd was voor een mechanische klep met het tikken. Maar in zijn geheel heb ik toch nu een beter gevoel bij een biologische klep. Dus daar gaan we voor. Ben ik nog iets vergeten? Nee, dit gaat hier verder heerlijk. Ja, het weer speelt natuurlijk ontzettend goed mee. Het is lastig om mezelf in te houden. Dus je denkt al snel, oh, dit kan ik wel. Maar ik vind dat ik er ook een verantwoordelijkheid heb naar Piet toe. Dat ik geen gekke dingen doe, als zware dingen tillen. Dus dat doe ik ook niet. En dan krijg je een rouwbrief binnen van de overbuurman die hier ongeveer tegelijk met ons zijn gaan wonen. Een jaar verbouwd hebben, het huis is net klaar. Die kreeg al vrij snel daarna te horen lymfeklierkanker en beenmerg. Dus elke keer als wij hier klaagden over het weer of over de wind of een beetje van die neuzeldingen, dan keken we naar de overkant en zeiden, wij hebben geen probleem. En nou is hij toch vrij plotseling nog voor ons in ieder geval overleden. Van 63 is hij, dus 2 jaar ouder dan ik. En dat zou ik ook heel vaak zeggen, weet je, de uitslag had ook kunnen zijn, je hebt kanker en dan ga je heel dat traject in. Dit is duidelijk, ze kunnen het maken. En het is heel triest dat soort dingen gebeuren, maar het zet je ook weer heel erg scherp op wat belangrijk is. En dat je ook, dat alles een positieve en een negatieve kant heeft. Zoals ons coronavirus ook. Ja, daar kan ik ook nog wel een uur iets over zeggen, maar dat ga ik niet doen. En wij doen het samen goed. We hebben het goed. En ik hoop dat jullie het ook goed hebben. En geniet van de dag. Elke dag is er één, jongens. En tot de volgende keer. Doei!